Vandaag Pollo Diavolo, oftewel duivelse kip uit het vuur, op mijn gloednieuwe Braaimaster. Ik ben Ralf de Kok, professioneel barbecuer en elke week maak ik een fantastisch gerecht. Van super eenvoudig tot mega culinair. Welkom op weer een gloednieuwe aflevering van Ralf's BarbecueTube. En de vaste kijker, CQ abonnee van dit kanaal, die ziet nu wel wat verschillen. Hè? Ik heb nu denk ik een videootje of 15, 16, 17, weet ik veel, op mijn oude Braaimaster gemaakt. En ik heb sinds gisteren een gloednieuwe Braaimaster. Allernieuwste model. Helemaal fantastisch. Helemaal RVS. Gepoedercoat, alles. Binnenkant RVS. Dus zeg maar onverslijdbaar. En ik heb gekozen voor zwart deze keer. Want de vorige keer stond hier zo'n Corten versie. Hè? Die zijn er nog steeds overigens. Maar hè, deze is het nieuwe type. En dus ook in Corten te krijgen. Maar ik vond dit wel eens een keer wat anders. Mooi zwart. En als er mensen zijn van, Ralf, jij krijgt die dingen toch allemaal gratis? Nee, dat is niet zo. Dus ik ben helemaal gek van dit spul. Echt helemaal maf. En ik heb er ook stukken 4 thuis. Ja, gewoon omdat het moet. Hè? Niet omdat het kan, maar omdat het gewoon moet. Zouden meer mensen moeten doen. Duivelse kip. Ja, fantastisch. Dit is een gerechtje dat komt oorspronkelijk uit Toscane. Hele kip met allemaal rode pepers en citroen. En dat ging dan boven het vuur. Werden die dingen dan gehangen en gegaard. Boven die vlammen en daar komt dat, weet je wel, alsof ze boven het helvuur hingen. En het is natuurlijk een pittig kippetje. Nou ja, over helvuur gesproken, hè? Dus ik denk, hoe toepasselijk. Ik heb een mooi kippetje, een mooie maiskip. Bij themeatlovers.nl, tegenwoordig ook mooi kippenvlees. En die mais die geeft erg veel smaak en dat maakt zo'n kip extra zoet. Dus daar ben ik ook zeer, zeer blij mee. Nou ga ik die kip, die wil ik eventjes gaan vlinderen. Dat wil zeggen dat we hem openklappen en we gaan hem eigenlijk grillen als een soort van steak. Daardoor krijg je een heel mooi korstje, een mooi knapperig buitenkantje. En hij is ongeveer 20, 25 minuten eerder klaar dan dat we hem in zijn geheel zouden garen. Dus een hele mooie techniek. We moeten wel een klein beetje marineren en ik ga er nog een lekkere mayonaise bij maken. Namelijk van limoncello, dus een mooie citroenbasis, lekkere frisse mayonaise. Moet je voorstellen, zo'n pittig kippetje en dan... Dat filmende, dat zachte van die mayonaise op de tong, hè, met die citroen. Heerlijk om dat een beetje in balans te krijgen. Laten we gaan beginnen. De makkelijkste manier om een kip te butterflyen is met een scherpe schaar. We draaien de kip op zijn borstfilets en knippen eigenlijk over de ruggengraat. Eigenlijk langs de ruggengraat. Kijk, en dan komen we hier uit, hier zo. Zo. Het kan ook met een mes, hè. Kan, maar dit vind ik het makkelijkste. Voilà. Deze kun je weggooien, maar daar kun je ook nog eventjes iets mee doen. Voor de bouillon of iets dergelijks. Mooi shootje trekken, kan allemaal. Nou, je zag hoe makkelijk dat ging. En nu gaan we hem een klein beetje zijn botten kraken. Let op. Knak, hoorde je dat? Zodat hij dadelijk mooi plat op de grill kan liggen. Kijk. Spatchcock. Het is bijna een kikker. Nou wil ik deze kip lekker marineren. En om nou te zorgen dat die marinade mooi in het kippenvlees trekt, mooi en makkelijk in het kippenvlees trekt, ga ik hier en daar wat sneetjes maken in de huid en in het vlees. Te gek. Hier nog een paar sneetjes. En ondanks dat ik wel 300 graden achter in mijn rug voel, moet er nog meer hout op. Want vandaag gaan we namelijk koken op hout. Dus niet op houtskool, maar we maken onze eigen houtskooltjes. Hè, van die gloeiende embers die van het hout afkomen. En ik gebruik graag essenhout, want essenhout is een mooie harde houtsoort. Geeft een hele mooie vlam, wordt goed heet en spettert niet. En dat spetter is natuurlijk ook heel erg belangrijk. En voor de rest sekelbos. Dat
uit Zuid-Afrika, Namibië komt dat. En dat is daar echt een plaag. Dus ze weten niet hoe ze eraf moeten komen. Dus komt dat ook gewoon met containers mee Europa in. Dus ja, is het duurzaam? Weet ik niet. Van de andere kant, daar is het een plaag. Dus ja, zeg het maar. En ik weet niet of die nou de camera binnenkomt. Maar kijk eens hier, spinneke. Kijk eens, spinneke. Woehoe. Ik zou zeggen, niet te dichtbij Spider-Man. Want anders ga jij mee op de grill. Zelf eten. Oké, de ingrediëntjes voor de marinade. We hebben nodig shallotjes, knoflook en chilipepers. Zo, 6 tenen knoflook. Dus niet alleen voor de duivel goed, maar ook voor onze lieve Heer. Jezus Christus, wat een hoop knoflook. Knoflookjes gaan we eventjes klein hakken. Dan nu de shallotten. Dan de rode chilipepers. Eerst in dunne ringetjes, dan eventjes in grove stukjes gehakt. En dan de schil van een citroen. En het witte deel willen we ook niet, we willen alleen het allerbuitenste randje van de citroen. Alright, we pakken er zo'n schaaltje bij. Nou heb ik hier ook nog een keer een hele mooie olie. Dit is een knoflook en chili olie. Extra virgin. Dus dat geeft alweer meteen een beetje die toets van die knoflook en vooral die chili. Zo, die ga ik even op de braai plaatsen. Ik zet hem een standje lager. En nu ga ik wat kooltjes maken. Let op, hieronder. Dus ik ga met de pook goed poken. Nou, je ziet al, hij trekt in één keer als de neten. En ik schuif gewoon die kooltjes even onder mijn bakkie. Zo, want nu wil ik mijn smaakmakers eventjes kort aanzetten in die mooie olie. Eigenlijk alles behalve de citroenschil, want die zal gaan verbranden anders. Willen we niet. Gewoon eventjes aanzetten. En je ziet al hier, dicht bij die kolenmaker, wordt die al een beetje bruin, zie je dat? Dus dan wordt die al bijna te heet. Ik doe er nog wat zonnebloemolie bij. En ik gebruik bewust zonnebloemolie nu. Want die moet eigenlijk gewoon op smaak komen. He, geïnfuseerd door die mooie smaken van die shallot, knoflook en rode peper. En hij mag er nu al af hoor. Kijk, hij mag er nu af. Ruikt fantastisch. Oké, terwijl mijn olie in Henk een beetje kan afkoelen, gaat er nu wat ruim fleur de sel over de kip. Wat vers gemalen zwarte peper. En die staat op standje grof. Dus aan beide kanten. Ik vind het super lekker bij kip als die een beetje extra zout is. Dus doe ook nog wat hierbij. Nou, daar gaat hij dan. In de nolly. Met al die mooie smaakmakers. Zo, die zetten we eventjes apart. Half uurtje is eigenlijk wel genoeg. Eventjes lekker marineren. Halverwege eventjes een keer omdraaien. Zodat die mooi die olie een beetje over zich heen kan krijgen. En overal in kan trekken. Super. Wacht even. Sap van een citroen moet erbij. En ondertussen blijf ik gewoon hout voeren. Hè. Denk er ook om, als je snel kooltjes nodig hebt, gebruik dan de wat dunnere stukjes hout en zet ze rechtop. Hè, dan op die manier heb je veel trek. Dunne houtjes die fikken zo, zijn zo klaar. Dus dan heb je even snel heel erg veel hitte en snel kooltjes. Wil je iets langzaam garen, gebruik dan een groot stuk hout en leg hem dan plat, horizontaal. Dat scheelt enorm. Heb je vele lagere temperaturen. Maar ook veel minder snel nieuwe kooltjes. En dan, na een poosje, ga je gewoon voelen met je handen welke temperatuur je denkt dat die is. En dat is een kwestie van een beetje ervaring. En die ervaring is eigenlijk je eigen referentie. Ja?
Dus het boeit niet of het 200 graden is of 300 graden, als je dat niet weet. Je weet ongeveer of een product een hele hoge temperatuur nodig heeft, of een lage of een medium temperatuur. Nou, dit is een dikke kip. Als we die te heet zouden maken, dus echt bokken heet, zoals dat bijvoorbeeld bij een ribeye zou doen, dan is de buitenkant zo verbrand en de binnenkant gewoon nog hartstikke rauw. Dat willen we dus niet. Te lage temperatuur is ook niet goed, want dan droogt die uit, vooral dat kippenvlees, hè, dat schiet niet op. Dus we willen eigenlijk een medium temperatuur hebben. Dus, medium temperatuur, denk ergens 220 daar ergens, hè, dat is best wel, nou ja, medium high, is op zich wel goed aanvankelijk. En dan pakken we een ander deel van de braai, waar die iets minder hoog staat, laten we zeggen 160 graden. Nou, deze staat hier hartstikke mooi heet. En het voel ik ook aan de bovenkant van mijn hand, voel ik ook ontzettend veel hitte. Dat heeft te maken gewoon met die weerkaatsing van die warme lucht op dat RVS hier binnen. Die komt ook net zo hard weer naar beneden. Dus dit is een prachtig mooi plekje om hem door te laten garen. En het is gewoon letterlijk een kwestie dus van tellen. Dus dit is in mijn geval iets meer dan 300 graden. Weet ik dus uit ervaring. En dit, ja, dit voelt echt mooi. 150, 160, zeker wel. Dus wat mij betreft kan zo de kip er al op. Zo, kip en een bakje met olie voor mijn washandje truc. Kennen we het washandje truc nog? De washandje truc. Het is natuurlijk een gloednieuwe braai met een gloednieuwe rooster. Altijd fijn om die eventjes een klein beetje in te vetten. Ik zet mijn rooster even op de hoogste stand. Want ik schatte net ongeveer 300 graden. De nieuwe kooltjes ondergeschoven. Ja, dit voelt goed. Dit voelt goed. Nu begin ik met de huidkant. En die zit nou dus vol met die olie en die smaak. Dus dit kan wat vlammen geven. Hij sist prachtig. Nou, een kippetje van dit formaat. Dit was ongeveer 1,3, 1,4 kilo. Alles bij elkaar. Half uurtje, 35 minuutjes moet je hem helemaal gaar kunnen krijgen. Dus dat is super snel voor een hele kip, hè? Echt helemaal. Maar als het 50 minuten duurt, ook goed, hè? Iets lagere temperatuur, ook geen enkel probleem. Maar in ieder geval nooit te snel, want dan is de buitenkant verbrand en de binnenkant gewoon nog zo rauw als ze eten. En zoals je weet, dat is link bij kip. Waar je bij een braaimaster ook in de gaten moet houden. Al die hitte, die stralingshitte van die vlammen komt natuurlijk van één kant. Dus je moet niet alleen zo draaien, maar je moet ook zo gaan draaien. Hè, zodat alle kanten mooi gelijkmatig gaar worden. Dichter bij de achterkant, dichter bij de zijkant is altijd een beetje meer stralingswarmte. Ook van het staal. Maar zoals hij nu ligt, zeker eventjes in de gaten houden en blijven draaien. Ik heb het idee dat dit super mooi gaat. Zo, dat kippetje is mooi eventjes aan het garen. En terwijl het aan het garen is, ga ik ook nog eventjes onze marinade of onze saus ook nog eventjes verwarmen. Die kunnen we straks nog mooi gebruiken om eroverheen te gieten. Maar nu is hij natuurlijk onveilig, hè? Doordat hij in aanraking is geweest met rauwe kip. Dus om dat op te lossen gaan we hem gewoon eventjes een tijdje verwarmen. Zetten we er gewoon bij op. Help me herinneren dat ik dadelijk eventjes een theedoek pak om het panneke vast te pakken. En ik ga hem vast eventjes voor de eerste keer een kwartslagje draaien. Zo. Die is mooi, lekker langzaam. Mag gewoon lekker zijn ding doen. Ga ik ook mijn ding doen, namelijk lekkere mayonaise maken. Daarvoor heb ik nodig eieren. Want net voordat die kip geslacht werd, net hè, vers gelegd nog. Ik gebruik één heel ei en één eidooier. Op die manier wordt die extra romig. De mayonaise, een goede draad peper. Alvast een snuf zout. Daarbij gaat een goede pinch van de citroenschil. En dan wat limoncello azijn. En kijk, je ziet de vlammen ontstaan. Polo diavolo, hè? Schitterend, hè? Dat is toch prachtig om te zien. En natuurlijk smaak, hè? Smaak, beleving. Wat wil je nog meer?
Ik word een beetje enthousiast van dit soort werk. Limoncello azijn, daar gaat hij. Zonnebloemolie. Op deze hoeveelheid denk ik, schat ik in ongeveer 200 milliliter. Nu heb ik geen stopcontact, maar wel een klein kaboutertje op een home trainer. Ja, fietsen jongen! Fietsen! Ja, fietsen! Trappen jongen, trappen, kom! Trappen! Ja, oma, goed zo. De basis is super romig. Maar, wat mij betreft mag er nog een scheutje limoncello azijn bij. Net even een frisje. Een extra snufje zout. Zo, fietsen! Yo! En dan wat mij betreft limoncello, maar dan de echte. Even een goede scheut. Een beetje citroensap. Dit moet allemaal een beetje opgevoeld. Dit moet je inschatten. Dus nooit eigenlijk te veel van alles. Alles een beetje bij beetje toevoegen. Want anders kan hij of te waterig worden, of gewoon te zuur, of gewoon niet lekker. Trappen jongen, trappen. Kom op. Goed zo. Keilekker. Goed, snel even terug naar onze kip. Kijken wat hij doet. Wat doet hij? Oh jongens, dit is toch prachtig. Moet je toch eens kijken hoe die eruit ziet. Nu al hè. Mooi knusprig korstje. Kikken. Dus alles gaat fantastisch. Hè? We hebben mooi de marinade mooi ingekookt. Hè? Die saus die gaan we straks nog gebruiken. Die kip die is bijna klaar. Ik heb hem één keer omgedraaid. Dus de andere kant moet ik even scharen. Ik verwacht nog geen 10 minuutjes denk ik dat hij al klaar is. Housecoach bijmaken natuurlijk. Ik hoef die kip zoals die nu gaat niet eens meer te verplaatsen naar dit deel. Dus het gaat allemaal fantastisch mooi. We hebben al een lekkere saus klaar. Wat ik nog wil is iets van iets een beetje groen. Kan een lenteuitje zijn. Ik heb een mooie peterselie. Dat lijkt me een goed idee. Ik heb wel eens een keer een vergelijkbaar recept gemaakt met de kip. En dan onder een baksteen en dan met een lekkere salieboter. Dus feel free om een beetje lekker te variëren met al die dingen die ik aan het doen ben. Maar zo'n mayonaise en een pittige kip, dat is altijd goed hè. Die combinatie. Moet je maar eens een keer proberen. We gaan eens even checken met de thermapen hoe het met onze gaarheid is van de kip. 71,5. En hier is die al op 75. En eigenlijk is die met 75 graden goed. Wil je hem super super veilig hebben, dan doe je 77, 78. De warme marinade die kan eraf. Prachtige borden, zoals je gewend bent hè. Nou, toch nog een minuutje heb, nog een beetje extra smaak. En de vlammen toe te voegen. Kijk eens jongens. Onze mooie romige mayo. Oh, die is zo lekker. Het is eigenlijk een soort van verplichte mayo. Hè? Dat elke keer als je daar een hapje neemt, dan zit er een beetje van die mooie frisse limoncello mayo bij. Kijk. Kijk nou toch eens. Hoe dit eruit ziet. Hè? Super knapperig. Goudbruin. Waanzinnig. Echt waanzinnig. Lekkere saus nog eroverheen. En niet vergeten, die olie die is mooi spicy. Hè? Die is zo lekker op smaak. Hè? Peterselie. En hier is hij dan. Mijn op hout geroosterde maiskip. Met een heerlijke spicy olie van rode chilipepers, shallotjes, knoflook en citroen. En natuurlijk niet te vergeten om alles eventjes lekker glad te strijken. Een heerlijke limoncello mayonaise. Ik zeg, maken deze. Oh jongens, wat heb ik hier zin in. Niet normaal. Moet je horen, knapperig. Heb jij nou iets leuks gezien op dit kanaal? Ga dan even naar mijn website ralsbarbecuetube.com.
www.ikbenrallof.nl. Ik zet het linkje wel hier beneden. Kun je er snel naartoe, net zo makkelijk. Daar lees je alle recepten terug van mijn video's. Je kunt alle video's terugkijken. Alle spullen waar ik mee werk op dit kanaal zijn daar te vinden. Dus zeker even de moeite waard. Je kunt vriend worden. Nou, en als je nou even op dit kanaal wil blijven hangen. Deze video van vorige week. Fantastisch. En deze. Van een heel poosje terug. Een van mijn favoriete video's. Check hem, hè. En abonneren, dat doe je hier. Door op die knop te drukken. En dan hoop ik jullie volgende week weer te zien op dit kanaal. Goeie dingen!